Vanavond een staking, waarom precies? Ja, het is een heleboel maatregelen die op ons afkomen, maar dus hetgeen dat de mensen het meest woedend gemaakt hebben, is natuurlijk de hold-up die Van Kukkelborgen pleegt op onze pensioenen. Hè. En dan vooral in die zin dus, dat bij ons bij de spoorwegen zijn de pensioenen gebetoneerd in ons statuut. Dus normaal 60 jaar als je 20 jaar dienst hebt voor het sedentair en 55 jaar voor het rijdend perceel als je 30 jaar dienst hebt. Dat zit in ons statuut gebetoneerd. Normaal kan alleen maar veranderd worden met een 2/3 meerderheid. Maar Van Kukkelborne en de regering stelt een KB op om dat gewoon uit te lichten uit ons statuut en maakt er 62 en 57 jaar van. En dat is de woede van de mensen. Als ze dat kunnen doen met het pensioen, dan kunnen ze ook andere punten uit ons statuut halen. Dan kunnen ze vanaf morgen zeggen, de vastheid van betrekking bestaat niet meer. En dan wordt gans uw statuut, dat toch van 1926 is, gewoon een votje papier. En dat is de grootste woede en de grootste colère. Dan moet dus ongeveer 500,5 miljard euro bespaard worden bij de spoorwegen. Dat is de grootste inlevering, grootste dus, die er al geweest is bij de spoorwegen sinds jaren. En men vreest inderdaad, aangezien 70% personeelsonkosten zijn, dat dus het personeel daar ook zal onder lijden. Je moet rekenen dat de laatste 10 jaar het aantal reizigers met 46% is gestegen en het personeel is gedaald met 10%. Dat is dus een omgekeerde beweging. En het is meestal bij de spoorwegen ook is het ploegenarbeid. Veel mensen in 2x8 of in 3x8 weekenden. Als je dat gans je leven gedaan hebt, inderdaad, de mensen zijn vanaf 55 jaar echt kapot. En die zien dat echt ook niet zitten om nog langer te werken. Dat is echt een serieus probleem. Die de regering voorstelt, dat die ook de reizigers zullen treffen. We hebben nu 170 treinen die gaan afgeschaft worden, maar dat is maar een voorbode van het oorspronkelijk plan waarin men spreekt van 600 treinen per dag af te schaffen. Allee, en de mensen hebben ook door te hebben, dat vind ik toch wel belangrijk, dat in feite van al die maatregelen van de Rupo, dat 92% op kap komt van het gewone volk en dat in feite de superrijken in feite maar een 8% inleveren. En dat begint meer en meer door te dringen en dat zet bij de mensen kwaad bloed. Wij zeggen dus, mochten de ondernemingen op dezelfde manier hun belastingen betalen als in 2001, hadden we onmiddellijk 8 miljard euro. En dat klopt inderdaad. Dus de ondernemingen betalen minder en minder belastingen, worden van alles vrijgesteld. En daar ligt het knooppunt met de nationale interest identiek hetzelfde. Hè. Dat is ook dus 5 miljard onkosten per jaar. En in feite wordt dat dus zeer weinig tegen gedaan. Hè.